En dan is het alweer donderdag 22 mei in Café Het Spui. Godzilla. Nee. Hoe zeggen we dat? Godzilla. 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 Goed zo. Ja. Hij werd ook geïntroduceerd als Godzilla. Mm-hmm. En later gingen ze hem om onverklaarbare reden gewoon Godzilla noemen. Van, hey, is Godzilla er al? Ja, maar er is ook een soort een historisch begrippenkader, hè? Waarbij Godzilla gewoon Japans is en Godzilla, mm-hmm. hè? Want ik bedoel, hij is natuurlijk al veel eerder verschenen. Ja. Dus, ja. Dat vond ik heel mooi hoe dat geschiedenislesje even werd voorgeschoteld. Ja, het mooiste vond ik eigenlijk die begintitels. Het mooiste van de hele film? Ja, nou, ik had eigenlijk mijn beste moment van deze film had ik toen ik er even uit liep om te pissen. Ja. Want ik zat op het toilet en toen hoorde ik ineens het gedonder uit de bioscoop. En dat had een heel mooi dreigingseffect. Dus je zit daar op die play zo met je deurtje dicht en dan hoor je ineens zo'n diep gerommel. Alsof je echt in die schuilkelder zit. Exact. Dus dat was heel goed. Het dreigen, dat had een nog meer dreigingseffect dan die continue dreigende muziekjes. Precies. Ja, ja. Maar ik vond dit... Ik vond dit niet zo'n hele overtuigende film over ouderschap. Nee. Hij gaat niet de ouder van het jaar prijzen. Nee, maar al die gezinsdingen erin de hele tijd. Mm. Nee, dus, ja, op een gegeven moment was het ook gewoon... Dan is hij helemaal op Hawaii. En dan moet hij op dat ene jongetje passen wat zijn ouders kwijtraakt. Dat is echt alleen maar om hem iets te doen te geven. Want hij had geen ene fuck te doen. Ja, hij keek alleen maar naar dat raakje van die metro en zag alles gebeuren. Maar je hebt die scène en op een gegeven moment... Jongetje wendt zich af, loopt weg, mm-hmm. rent regelrecht in de arm van zijn ouders, mm-hmm. In het stadion, op het laatste weer zo'n scène, nest van moeder Muto wordt vernield, keert zich meteen om en rent naar de bloedjes van kinderen toe, mm-hmm. dus het was voortdurend, dit ging echt over ouderschap deze film, maar het thema had meer uitdieping verdiend. Nou, het ging zeg maar over ouderschap in combinatie met puur toevallig continu op het juiste moment op de juiste plek zijn. Dat is ook wel toevallig, inderdaad. Dat was wel een rode draad. Ja. Hey, maar vonden we dit dan eigenlijk een hele goede film? Nou, ik weet niet of ik het een goede film vond. Ik vond hem wel vermakelijk. Maar ik vond eigenlijk die... Wat ik heel leuk vond was dat Godzilla eigenlijk de good guy was. Dat had ik niet verwacht. Ja. Ik dacht, hij is het monster wat zeg maar de wereld bedreigt. Dat hele historische begrippenkader, dat ken ik niet. Want dit is mijn eerste Godzilla film ooit. Nee, maar dat is heel belangrijk, hè, wat je nu zegt. Jij had het niet verwacht. Maar dat is eigenlijk het hele begrippenkader van Godzilla. Is dat die vernietiger en redder tegelijk is. En dat zit eigenlijk in de hele Godzilla-reeks van... De eerste vanuit 1954 tot in de Japanse reeks tot het eind van de 20e eeuw is doorgelopen. Uh-huh. Zie je dat patroon steeds terug. En natuurlijk, hij maakt de boel stuk, mm-hmm. maar tegelijk, uiteindelijk is het de redder. Ja, nou, dat wist ik niet, maar dat vond ik dus wel verrassend. En vond ik wel mooi, want je kon dus gewoon goed met hem meeleven. Hij was echt een veel betere hoofdpersoon. Dan die, ik weet niet eens hoe die heet. Oh ja, Ford. Ja, precies. Ik dacht dat eigenlijk op basis van de trailers dat zijn vader, Joe, Bryan Cranston, de hoofdpersoon zou zijn. Maar die legde al vrij snel het loodje. Dat was een soort drama. Ze poelden een Game of Thrones. Precies, ja inderdaad. Juliette Binoche was na 5 minuten al passé. Ja, nou, ze durfde wel de hoofdpersoon goed af te maken. Ja, precies. Nou, dat begin dat had trouwens wel, dat had wel iets. Het had wel zo'n lekker actieachtig drama. Ja. Zo'n soort, een beetje aliensachtig. Ja, James Cameron. Ramp, vuur komt dichterbij, gaan de deuren op tijd dicht, alles gedaan. Dat was heel erg oké. Maar uiteindelijk, om terug te komen op die vraag, vonden we dit nou een hele goede film? Ik dus niet. Nee. Ik bedoel, ik vond hem ook niet heel slecht. Ik vond hem wel onderhoudend. Mm-hmm. Maar nee. Ja, ik vond de trailer eigenlijk veel beter. Ja, er zaten wel hele mooie stukjes in, maar dat hadden we al gezien inderdaad. En ik vond het af en toe eigenlijk best wel traag. Een beetje lamzakkig. Ja, en ik vond heel eerlijk gezegd, dat wilde ik eigenlijk zeggen, die Muto's.
de slechte monsters, die vond ik echt geen seconde geloofwaardig. Die vond ik echt uitzien als een soort hele grote robot-bitspringhanen-achtige... Ja, precies. Ik had wat dat betreft zou je denk ik ook met het... met het erfgoed van de Godzilla-reeks had je een heleboel gekund. Mm-hmm. Kan je aan de andere kant ook nog, denk ik, een decennium mee door. Mm-hmm. En dan zul je karakters zien opduiken als Mothra, ja. De enorme motvlinder. Ja. Maar bijvoorbeeld ook Biollante, mm-hmm. de genetisch gemodificeerde tulp. Oké. Okay. Kortom, ik zie wel uit naar het vervolg. Maar deze Muto's, die kende jij dus ook nee, al? Dat zijn nieuwe, en die EMP, die echt elektromagnetische puls. Ja. Dat is echt zo'n trendy vondst die ze erin hebben gestopt. Ja, ik vond het wel jammer dat ze van die... Waar je Discovery Channel altijd over hoort. Ja, ja. Maar dat ze ook een soort van gloeiende vuurogen hadden of zo. Dat vond ik ook een beetje leem eigenlijk. Godzilla was wel echt een wezen. Gojira. Ja, ja. Een organisme, zeg maar. Die andere twee, ik was er ook niet wild over de Muto's. Maar, ik vond aan de andere kant het laatste stuk, zo in dat verduisterde San Francisco, mm-hmm. dat vond ik gewoon wel lekker apocalyptisch allemaal. Ja, maar we hebben de aftiteling helemaal afgezien. Er is letterlijk honderden CGI-artiesten en visuele graphics-artiesten en zo. Die hebben gewoon ontzettend goed werk geleverd. Dat zag er verder prachtig uit. Ja, absoluut. Dat ene shot, zeg maar, dat al die parachutisten als soort van lampjes neerdaalden in een soort van, apocalyptische, nachtelijke rookhemel, zeg maar. Dat zag er gewoon uit als een indrukwekkend bijbelschilderij. Precies, dat was dan ook weer inderdaad klein en groot tegelijk. Hè? Ja. Want het is met die kleine lampjes, opgloeiend in het donker, is het een beetje minimalistisch, maar het werkt wel ontzettend. Net als dat ene shot van boven, dat ze door die jungle lopen met de zaklantaartjes, dat ook in de trailer zat. Waar ik heel erg fan van was, ik ga niet precies vertellen, maar de scène met de spoorbrug, die vond ik heel mooi. Ja, er zaten hele goede stukken in en dan weer echt tergend langzaam. Ja. Komen we met een cijfer? Ja. Nou ja, het op zich wel vermakelijk. 6,5. Nou, dat is raar. Hoezo? Ik begin te zeggen dat ik het geen goede film vind. Ja? Ik ga hem wel een hoger cijfer geven dan jou. Ja, wat ga je hem geven? Een 7. Ja, weet je, ik vind dat wij altijd wel heel hoog zitten met onze cijfers. Volgens mij hebben we de laatste 10 afleveringen of zo 8 weggegeven. We hebben gewoon een hele goede keuze. Dus dan, en dit is duidelijk minder. Dus ja, dan vind ik een 7, ja. Nee, ja. Ik weet ook zeker dat ik deze film morgen alweer vergeten ben. Weet je wat het een beetje miste? Weet je nog Pacific Rim? Wat we die toen hebben gezien? Ja. Door Guillermo del Toro. Ja. Daar zaten een paar scènes in die zijn me nog steeds gewoon bijgebleven omdat ze zo gek waren. Zo, ja. Omdat het echt zo duidelijk dat Guillermo del Toro stempel erop zat. Panache. Ja, en dat heeft dit niet. Dus het is, dus het is niks eigenlijk. Het is, nou ja, niet veel. Nou, ja. 2 uur leuk vermaken in de bioscoop. Nee, maar voor mij zaten er genoeg hoogtepunten in en leuke dingen om er een 7 van te maken. Maar het is niet een echt goede film. En ik ga met enige weemoed denk ik binnenkort gewoon weer eens even Godzilla versus King Ghidorah bekijken uit 1994. Waarin Godzilla en een driekoppige draak samen het stadhuis van Tokio lekker uit elkaar trekken. En dat vond ik gewoon leuker. Nee. Want absurder. Dat beetje relativering, dat zat hier ook niet in. Nee, je mist een beetje humor. Ja, precies. Ja. En dat is dat panache wat zo'n Guillermo del Toro dan weer wel heeft. Ja. Je moet dit soort films, die moeten zichzelf niet al te serieus nemen. Dat was precies ook het probleem van die vorige Godzilla van Ronald Emmerich. Mm. Die zichzelf natuurlijk altijd veel te serieus neemt. Ja. Dus, maar toch een 7. Ik hou erover op. 6,5, 7. Cheers. Ik wil het schuim.